Kijk, voor mensen die echt iets durven in hun interieur, is er deze, de Prosper. Ik heb hem in 6 prachtige kleuren gemaakt. Die blauwe vind ik ook echt absolute topper. Hoe ontstaat nou zoiets? Dat wordt mij heel vaak gevraagd. Ik schilder heel veel in mijn atelier in Zuid-Frankrijk. En soms met gewoon wat zand erin, door horizontale en verticale vegen te maken, in structuur, ontstaan er dus dit soort beelden. En daarmee heb je dus eigenlijk een compleet uniek carpet. Het is bijna een schilderij op je vloer. Thuis. We maken het ook, trouwens, heel prachtig erbij. In dezelfde materiaal met kussens. En dat maakt zometeen dat als je dat dus op de grond neerlegt, met een prachtig groot kussen erbij, er opeens een soort berg ontstaat in hetzelfde dessin. En dan zou ik, als ik u was, voor die gaan.